Een hele goede avond, dames en heren. Ik ben blij dat in ieder geval alles het gewoon doet. Dat mijn camera het gewoon in één keer doet. Dat mijn microfoon het ook doet. En dat ik gewoon alles in de gaten kan houden. Dus dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer bij een gloednieuwe livestream. Mijn naam is Stan de Jonge en vandaag gaan we gewoon weer lekker aan de bak. Het is al een lange tijd geleden. Een tijdje terug ben ik ook live geweest. Volgens mij 2 dagen nu terug ongeveer. Ben ik ook heel eventjes live geweest, was iets later. Ben ik ook maar een klein half uurtje live geweest. Maar vandaag gaan we, denk ik, een uurtje misschien. Ik wil niet al te lang live gaan vandaag, want ik ben best wel moe ook wel. Dus ik hoop dat jullie dat wel begrijpen. Voor de rest zou ik gewoon zeggen, ik zit zo meteen door naar de gameplay. In ieder geval wil ik jullie ten allereerste van harte welkom wensen op deze nieuwe livestream. Ja, er zijn niet zo heel veel veranderd. Eigenlijk is er niks veranderd. Maar ja, Fortnite is natuurlijk gewoon niet dus heel veel veranderd. Zoals sommigen misschien wel weten, die ook in de live zitten, weten misschien wel dat ik gewoon wel ben doorgaan nog op TikTok. Daar live geweest. Maar heel misschien dat ik het nu een beetje anders ga doen. Ga ik me denk ik bedenken. Wat ik anders ga doen, is dat ik minimaal, ik ga gewoon het doel voor mezelf stellen dat ik minimaal 1 keer per week live ben. Om het weer rustig op te bouwen, ga ik 1 keer per week gewoon weer live. Ga ik lekker gezellig met jullie live. Ik ben ook gewoon in de andere dagen ga ik live op andere kanalen. Denk aan TikTok, denk aan YouTube en denk aan Facebook wil ik heel misschien ook live gaan. Maar laat het voornamelijk weten. Ja, dus laat dat voornamelijk weten. Voor de rest ga ik gewoon lekker meteen het spel gewoon lekker starten. We doen gewoon lekker ranked off. Dus dames en heren, chat lekker in de chat. Chill lekker. Praat lekker. Ahoer lekker. Ik zal proberen ook om alles op alle berichten te reageren, maar ik beloof natuurlijk helemaal niks. Maar ik ga daar uiterst mijn best natuurlijk gewoon voor doen. Dus ik hoop dat jullie dat ook een beetje begrijpen. Maar verder niet gezeur, of verder geen gezeur, geen gezeik. We gaan gewoon lekker knallen. En we gaan gewoon kijken hoe het vandaag gaat. Dus ik denk dat ik tot maximaal 10:45 ongeveer ga stoppen met de live. En dan gaan we gewoon, welke dagen, laat het gewoon weten in de chat, dames en heren. Welke dagen moet ik live gaan op Twitch? Laat het weten in de chat. En dan ga ik daar gewoon even met mezelf even over sparren. Misschien wel elke donderdag. Misschien zeggen jullie wel nee, doe maar vrijdag. Misschien zeggen jullie doe maar zaterdag of zondag. Laat het gewoon weten, dames en heren. Ga ik daar gewoon over nadenken, wat voor mij ook natuurlijk uitkomt. En misschien dat we gewoon de ene week doen we gewoon normaal live. We kunnen altijd nog kijken van oké, ik wil oh, wel een shotgun. We kunnen altijd daarna nog kijken van hey, oké, dus bij wijze van spreken, zaterdag kom mij nu niet uit. Laat ik het door middel van mijn social media's laat ik het weten welke dagen ik dan wel live ga. Oké, die kwam van boven. Ik heb niet zo'n wapen dat ik vanaf bo naar boven toe kan schieten.
Hij is gewoon naar beneden gesprongen. Vieze lafaard. En dan gaan we daarover gewoon kijken of ze klaar zijn of today. Ik had gewoon zo'n goede mogelijke optie. Als ik hem gewoon goed had weggeschoten, had ik hem misschien een optie kunnen halen. Om in ieder geval van die partij. Hier heb je die parcours. Oké. We gaan dus niet op dezelfde plek landen, dat weet ik al wel. Hier zal vast niks geen loot zijn. Althans, er ligt wel loot, maar niet de loot die ik nodig heb. Althans, geen wapens en zo. Dus even eentje van innemen. In ieder geval één wapen. Oh, ik moet deze hebben. Kijk wat voor wapens hij allemaal heeft, die ik eventueel ook kan gebruiken. Sowieso de munitie oppakken. Ik kan het misschien wel eens een keer meenemen, kijken wat het doet, of wat het is. Die heb ik al. Gaan we hier eventjes heen. Nog eentje die we kapot hebben. Zo is het helemaal geen verkeerd wapen die ik nu heb, eigenlijk. Alleen qua healing moet ik even wat beter zitten. De shields en zo. Pakken we deze even.
Kutje, hoe kan hij mij eerder dood hebben als ik hem dan? Wat is dit nou weer dan? Wat is dit? Oh, jammer weer. Dit vond ik weer jammer. Ik hoop dat het soms wel een stukje beter gaat. Maar dus, hoe is jullie dag dan, dames en heren? Ik bedoel, nog een beetje de afgelopen tijd een beetje van de zon genoten en zo. Kijken wat dat een beetje voor dingen zijn. Voor de grappen doen. Kutje. Ah, tering. Hoe dan? Hoe krijg je dit er voor elkaar dan? Ik kom gewoon niet goed terecht elke keer. Ik ga even lekker hierheen.
What the fuck was dat dan voor iets dan? Ja, is wel leuk bedacht. Op zich. Alleen helaas heb ik geen shield, dus ik kan wel veel, maar ik kan ook weer niet zo heel veel. Plus niks met een scope. Ga je ook al de mist in. Alles zal hier wel geloot zijn, denk ik. Ja, ook niet iets met scope. Dan is deze toch iets beter als die, denk ik. Nu dubbel, dus nu deze mee. Hij durft niet eens echt het gevecht aan te gaan. Dat is wel voor een pussy dan. Nou, we gaan lekker hier zo naar boven. Kijken wat er dan gebeurt. Is de andere al kapot? Zou wel mooi zijn. Ik ga nou rennen als een pussy. En nog heb ik je gekild.
Hoi, yo! Wat een savage kill! Die was wel heel erg. Eigenlijk wil ik die ook meenemen. Maar dan kan ik wel omwisselen eigenlijk. Boah, dat was me toch een kill. Dus dat deze even innemen. Zo. Dat ik nog leef, joh. Ja, die stamina is ook gewoon zo fucked up geworden. Ik wil een beetje over in de safe zone zitten, want dat ik soms helemaal kapot aan nachtelen wordt geschoten. Poeta, dit had ik gewoon niet kunnen redden. Hoe dan? Zo. Eventjes naar hier. Zo, we gingen wel lekker hoor. Zo, dit was wel even een laat potje grap. Nou, ik toch liever die. Oh, kijk, dit noem ik nou eens een goed potje. Of goed. In ieder geval beter dan hoe het de afgelopen tijd gaat. Want, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dus we hebben nu 20. Misschien dat ik nu in ieder geval... nog steeds niet. Dus kan ik wel zo meteen. Het zou mooi zijn als we zo meteen gewoon ze allemaal hebben. Even bij questions kijken. Oké, maar wat is eigenlijk die opdracht van deze? Oh. Oké. Dat is wel lijp op zich.
ik speel geen Battle Royale. Daar is ik gaan. Hier ergens zou zo'n wapendingetje moeten zijn, toch? Zo. In ieder geval eerste kill al gemaakt. Dat doen we al goed. Jongens, de stamina gaat weer veel te snel. Die heb ik al. Er zijn veel gekke wapens die weer bijgekomen hoor. Oké, nu heb ik wel in ieder geval de mogelijkheid om eentje met scope te pakken. Moet ik die wel natuurlijk pakken. Gaan we nu lekker door. Schoen, die gaan we dan niet pakken natuurlijk. Daar wordt ook ergens vandaan geschoten. Dus laten we daar in ieder geval wel naartoe. Daar kunnen we wel eventueel naartoe gaan. Zuidwesten, dus zou in dat dorpje zijn. Als ik ben slim ben, ga ik eerst die pakken.
Oh, dat is zo bot. Kompot. Zo, weer een dooie. Hoe dan? Oh. Gaan we eerst even mijzelf even healen, want er was geen healing, nee. Jammer weer. Oh, deze moet ik hebben. Hoppakee. Zo fixen we dat. Alles weer even reloaden.
Haha, dood. Doe deze even weg. Net te hoog. Oké, we gaan toch even die kant op, want doe dat een eeuwigheid. En anders weet ik niet waar ik soms in die cirkel weer terecht kom. Krijg ik dag sodomieten weer. Ik heb het voorwezen. En toch komen we weer hier terecht, hè? Hoe dan? Doeg. Triste vogel. Kijk, en nu heb ik hem wel. Kijk, zo doen we de grap. Denk ik toch eentje zonder dingetje.
Toen, 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 toen. Dan moet die gozer in die Tesla ook weer, hoor. Zo. Oh, daar zit hij. Zo'n trieste gast in zo'n fucking auto. Ik zweer het je, de mensen zijn triest, jongen. Dat is één ding dat ik zeker weet. Die mensen zijn triest die in die auto zitten. Ik zweer het je. Dat gaat mij dood worden, want ik kan geen healing niks vinden. Kijk, auto, twee mensen die op de voet zijn. Kutje, kijk, dat bedoel ik. Ah. Een gast die zo triest in zijn auto zit te rijden, ik zweer het je. Ik word daar niet goed van. Hoe lang zijn we nu live? Oh, vind ik ook wel een mooie tijd. Kijk, wat dingetjes vrijgespeeld, leveltje omhoog gegaan. Dus, kijk, nu kan ik hem wel halen. Heb ik in ieder geval die lijst af. Hoppakee. Nu is het deze. En dan zijn het er nog twee als het goed is. Ja, er zijn nog twee pagina's. Hoezo is deze al lichtblauw dan? Dat snap ik niet. Maar goed. Kijk, had ik weer een kwestie gemaakt. Oké. Maar, jongens en meisjes, ladies en gentlemen, ik ga het denk ik voor vandaag even hierbij laten, voor weer na een lange tijd, weer een nieuwe livestream.
Dus dames en heren, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie van hebben genoten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop jullie de volgende keer bij te zien bij een gloednieuwe live. En dan zeg ik zoals altijd, tot later.